Ik heb zo'n zwaar leven. Ik moet even iets kwijt door, jongens. Sorry, hier gaat hij. De zon begint langzaam op te komen, maar dat zie ik niet, ik doe de kassa opmaak. De maanden zijn verstreken en ik zit nog steeds vast in deze hel. Ik probeer een gesprek aan te knopen, maar mijn collega's vinden het moeilijk om zinnen samen te stellen. Ik snap het wel, het is ook moeilijk. De deur gaat open, hier komen de stromen. Wilt u de bon, heeft u een extra voordeelkaart? Ik glimlach, want niemand begrijpt. Bij 1 plus 1 gratis krijgt u gewoon 50% korting op al uw producten. En van binnen denk ik, mag ik dood, mag ik dood? Och, voer me af, spoel me door de goot. Mag ik dood, mag ik dood? Snij me in stukjes en begraaf me in een doos. Van al deze stress krijg ik een rughernia en chronische reuma. En daar krijg je dan een minimumloon voor. Ik zet me schrap, want ik werk opeens 30 uur. Ik had een 12 uur contract. De assistent filiaal manager haatte me op den duur. Ze weet niet wat ze mist. Ik at veel snoepjes, maar die snoepjes zijn nu zuur. Ik had niet sneller om te rijden. Het was steeds verrassend, maar altijd vervelend. Mag ik dood? Mag ik dood? Voer me af, spoel me door de god. Mag ik dood? Mag ik dood? Snij me in stukjes en begraaf me in dood. Daar krijg je dan een minimumloon voor. Doeg!